Ik ben Jona van Echnaton FM. Hi, Emiel. Ik ben Emiel van Talent en Opleiding. Wat doe jij hier zowel? Ik ben hier om iets te vertellen over gezondheid. Dus gezond bewegen en gezond eten. Hoe ervaren jullie de dag tot nu toe? Ja, ik vind het heel interessant. Leuk om te zien dat er zoveel verschillende partijen zijn die van alles doen op het gebied van voeding. Dus ja, leuk om te zien. En hoe ervaar jij het? Ja, ik loop stage bij Jong Leren Eten. Dus voor mij is het best wel interessant om al deze mensen te spreken. En SO naar Jong Almere? Een shout-out naar Jong Almere. Shout-out. Shout-out naar Echnaton. Shout-out naar Echnaton. Kijk, dat is goed. Wat vond je van de sprekers? Ja, interessant. Zeker. Ja, zeker. En welke spreker vond je het leukst? Het waren er heel veel. ik vond van het voedingscentrum heel leuk om te horen. Zij die echt bij de scholen langs gaat en zo. En de gezonde kantine. Dat, En welke spreker heb jij van genoten? Ja, ik denk ook van het voedingscentrum. Ook van het voedingscentrum. Ja. Dus jongens, we gaan weer naar het volgende interview. Hoe ervaar jij de dag tot nu toe? Ja, het waren gewoon een paar goede pitches en zo. Maar het is niet echt voor mij weggelegd of zo. Maar ik heb een paar mooie foto's gemaakt. Verder was het gewoon een leuke dag, man. Ja. Ik ben Anke van der Beek. Ik ben programmamanager van Gezond in Almere. En dit is een van de activiteiten die we organiseren. Vooral met jongeren, met scholen, met allerlei organisaties in Almere. Om te kijken van hoe we hier matches kunnen maken. Ook tussen scholen en andere organisaties op gebied van vooral voeding en voedsel. Want we staan hier in de Dutch Food Week in de Stadskas in Almere. Je hoort het, jongens, je hoort het. Hoe ervaar jij het tot nu toe? Ja, ik vind het een ontzettend leuke dag. Ik vind het ook heel erg geweldig dat jullie hier zijn. Want ik denk, het gaat natuurlijk ook, het onderwijs gaat ook over jongeren. Dank u wel. Om over jongeren te praten zonder met jongeren te praten. Dus ik vind het hartstikke leuk om juist met jullie in gesprek te zijn. Over inderdaad wat je wel of niet eet en wel of niet gezonde voeding. En hoe je met elkaar dan hier matches kan maken. Hè? Wat je al zei, matches tussen het onderwijs en de organisaties. Ik vind het ontzettend leuk, want ik zie dat er al heel veel adressen uitgewisseld worden. Heel veel afspraken gemaakt worden tussen scholen en de organisaties. Dus ik ben heel blij. Wat vond u van de pitches? Inspirerend, saai? Wat vond u ervan? Nou, ik vind het heel erg leuk dat de organisaties echt ook aangeven wat ze kunnen betekenen voor de stad, voor scholen, voor jongeren. Ik ben als schoolsportcoach werkzaam voor talent en opleiding. En ik probeer ervoor te zorgen om scholen te helpen zodat kinderen meer gaan bewegen voor, tijdens en na school. Hoe bent u van plan om ze bewust daarvan te maken? Nou, ik denk dat er een grote taak ligt voor de scholen, ook voor de ouders, om die bewustwording te creëren. Het is niet per se mijn taak. Mijn taak is om het te faciliteren en uiteindelijk gaan we hopelijk er naartoe dat alle kindjes meer gaan bewegen.